Ex-president en ex-legerleider Desi Bouterse is vanmorgen begeleid door een aantal NDP-toppers en samengetogen naar het gerechtshof. Het voormalig staatshoofd zal de verzetszaak inzetten om de volgens hem onrechtvaardige veroordeling in het decembermoordenstrafproces ongedaan te maken. Bouterse heeft maandag ten overstaan van de krijgsraad die hem op 29 november 2019 veroordeelde tot 20 jaar gevangenisstraf een verklaring afgelegd. Hij gaf aan waarom hij in verzet is gegaan tegen dat vonnis. Bouterse bood ook zijn excuses aan de krijgsraad voor het feit dat hij nooit persoonlijk is verschenen op de zittingen die liepen van 2007 tot 2019. Hij dacht dat de aanwezigheid van zijn advocaat tijdens de zittingen voldoende was. Het was een denkfout, aldus Bouterse tegenover de krijgsraad. Hugo Essert, advocaat van de nabestaanden, geeft aan dat de afgelegde verklaring een afleidingsmanoeuvre is van Bouterse. Essert zegt verder dat er volgens Bouterse verkeerde getuigen zouden zijn gehoord in deze zaak. Niemand kent dat onderzoek. Het is een spookonderzoek. Dat is nog nooit door iemand gezien? Nee, niemand heeft het ooit gezien. De heer Bouterse heeft gezegd dat het er was. De heer Bouterse heeft gezegd dat het in een kluis was. De heer Bouterse heeft gezegd dat het gestolen is. En niemand heeft het ooit gezien. Ik heb niemand in het strafproces, is niemand naar voren gekomen. Ik heb het gezien en heb een wetstof gezien. Dus nogmaals, het is een spookrapport. Dat levert er echt aan. Ja. Je kan onmogelijk van een rechtbank, in dit geval de krijgsraad, verwachten dat zij een vermeend bewijs, dat er niet is, althans niet beschikbaar, dat ze daar rekening mee hebben. Dat zou niet mogen. En dan nog even vragen, meer is meer inhoud, misschien omdat ik dat niet goed weet, Bouterse sprak vaker over het bruggenvolk, dacht ik. Nee, andere term? Ja, hij bedoelde dus dat de 15 slachtoffers, die zouden een bruggenhoof zijn voor de CRD. Dat dit ook de stelling. Oh, ging het om één persoon? Nee, het ging om dus de groep van 15. Die noemde hij een bruggenhoof. Dat is de ervaring die we al vanaf 1980, vanaf 1982 gehoord hebben. En een verklaring waarmee de krijgsraad in haar eerste vonnisfinale heeft afgegeven. En er zijn ook meer dan voldoende betuigingen geweest, waaronder de hoofd van de Veiligheidsdienst, die toen hoofd was van de Veiligheidsdienst, die heeft gezegd, hem was niks bekend van enige en deze 15 slachtoffers. Hugo Essert, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Hij sprak vanmorgen na de zitting over de verzetszaak die de hoofdverdachte Desi Bouterse aanhangig heeft gemaakt. De zaak is vandaag naar 29 januari 2021.